Excessen bij gewapende machten moeten grondig worden uitgezocht, heeft de NDP-fractieleider Amzat Abdul benadrukt tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling donderdag. De excessen bij leden van de gewapende machten doen mij soms de wenkbrauwen fronsen. Het voorval dat zich recentelijk voordeed, waarbij een gedetineerde op gruwelijke manier is mishandeld, geslagen en daardoor het leven heeft gelaten, heeft mij aan het denken gezet, stelt Abdul. Ook het voorval waarbij leden van Korps Politie Suriname thuis bij een gezin te keer zijn gegaan, brengt de volksvertegenwoordiger aan de orde. Hoe kan zoiets zich voordoen? Er moet toch wat zijn dat niet correct is gegaan? Deze excessen moeten grondig onderzocht worden en dan heb ik het niet alleen over een strafrechtelijk onderzoek, want dat is gaande, maar een onderzoek naar de diepere oorzaken die geleid hebben of leiden tot deze excessen, vindt de politicus. Hij vraagt zich af of er geen verbetering in de opleiding van leden van de gewapende machten moet komen, moeten ze een betere begeleiding krijgen, moet er gekeken worden naar hun werkdruk. Moeten ze constant worden bijgeschoold, moeten ze van tijd tot tijd geëvalueerd worden, zijn vragen die Abdul bezighouden. Ook excessen binnen de privésfeer van het gezinsleven van leden van de gewapende machten komen de laatste tijden opvallend veel voor. Abdul wil van de ministeries van Justitie en Politie en Defensie weten hoe zij kijken naar deze zorgwekkende ontwikkelingen. Zorgen voor het welzijn van leden van de gewapende machten moet mijn inziens ook een beleidsprioriteit zijn en de nodige aandacht krijgen, meent de NDP-fractieleider.